Dames en heren, ik heb mijn telefoon, de Samsung Galaxy A72, nou een week. En ja, dit is wat ik ervan vind van de Galaxy A72. Ik vind het een fijn toestel. Hoor je ook aan het geluid? Ik vind het gewoon een fijn toestel. Hij is nu 12%. Want gisteren was hij 100%. En aan het einde van de dag was hij nog 80%. En vandaag is hij, hoe heet dat, nu nog 12%. Dus ik heb met één lading gedaan. Dus conclusie, de batterij is echt verbeterd. Veel beter dan de voorganger. En wat mij nog iets op is gevallen, is de selfie cam. My goodness, wat is die verkleind. En zelfs de microfoon, om wat ermee te bellen, die zie je gewoon niet meer. Die is gewoon praktisch weg. Die zit gewoon waarschijnlijk ergens onderin het, bovenin het scherm heel goed en klein en al verstopt. Dus dat is gewoon sowieso een pluspunt extra erbij. Verder valt me vooral op aan de telefoon is het qua design en de ontwerp en de bouwkwaliteit. Het is gewoon één toestel. Want je zegt van, wauw, dat wist ik nog niet. Dat deze zo in elkaar gezet is. Hij heeft een batterij van 5000 mAh. Hij heeft een goede geluidsspeaker. Een nieuwe vingerafdrukscanner, dus een betere dan zijn voorganger. En de camera's zijn ook echt verbeterd in opzicht van vorig jaar. Weer een ultrawide camera, een telelens, een groothoek en een macro. Dus conclusie, je zat camera's om te zien. En de camera eiland vind ik ook echt veranderd vergeleken met zijn voorganger. Hij is nu veel mooier geworden, hij kleurt ook mee. Hij ziet er niet meer zo lelijk uit als deze. Want dat was hij echt in lelijk ingemaakt. Hij ziet er gewoon nu echt veel verbeterd uit. En ja, wat het mooiste ook is aan de telefoon, is dat het scherm veel helderder is ook aan zijn in tegenstelling tot zijn voorganger. En ook gigabyte werkgeheugen is hij ook vooruit op gegaan. Weer 6 gigabyte RAM, 128 gigabyte opslag, 1 terabyte als opslag. En dat was echt ontzettend veel. 1 terabyte, holy shit. Daar heb je nog eens geen computer. Daar heb je nog eens niet een goedkope computer voor. En wel een geheugenkaartje voor. Hoeveel zullen die niet kosten, geheugenkaartje van 1 terabyte? Bijna 80 euro, denk ik aan mijn hoofd. Maar verder valt me gewoon op dat het een hele fijn toestel is. En gewoon redelijk licht is en niet te zwaar. Dus dat valt me ook sowieso op. En verder valt hij me gewoon op dat hij, ja, processor is sneller dan zijn voorganger. En ja, de accu is natuurlijk verbeterd. De werkgeheugen, de gigabyte is verbeterd. Camera's zijn verbeterd. Schermkwaliteit. Dus gewoon conclusie. Het is een prijzige telefoon. Helemaal met echt van partijen tot een vanaf Mediamarkt, van Belsimpel, bol.com. Kun je gewoon zien dat hij helemaal verprijsd is. En ja, je ziet echt gewoon de prijzen hoog of dalen. My goodness. En het mooiste ook is, als je ze opzoekt op bol.com. Even kijken. Bol.com. Zo, even refreshen. Kijken of hij hem nu vindt. Hier niet.
Coolblue, Mediamarkt. Ah, bol.com gevonden. Hij is te koop van bijna €500 in zwart. €500 in zwart. Bijna €480. Bijna €480. Deze is bijna. Is nu €483. En deze is. €180. €480, wat een geld. Maar ja, verder, hij is gewoon helemaal prima. En ik raad iedereen aan om wel een hoesje eromheen te doen. Want ja, dit soort telefoons zijn redelijk gevoelig nog. En verder, hij ziet er vet uit. Ja, verder is hij gewoon echt perfect. Dit is gewoon een prima toestel voor weinig geld, maar wel voor hele leuke functies en grotere scherm. En de beste batterij, beste accu, echt alles. En je kunt er maximaal 2 dagen mee doen en na 2 dagen dan kun je best de s'avonds hem opladen en dan best de telefoon uitzetten. En dan gaat hij gewoon eventjes een tijdje vooruit. Maar ja, jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren, zo kan je laat eens.